Een groot deel van mijn leven heb ik mij slachtoffer gevoeld van de dingen die mij overkwamen. Ik vond veel dingen niet eerlijk. Misschien herken je dat wel. Gebeurtenissen vallen of staan met hoe je ermee omgaat. Je kunt jezelf als slachtoffer zien of je kunt ervoor kiezen de situatie te accepteren. Om vervolgens de verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je ermee omgaat. In dat geval geef je jezelf ook de macht om de omstandigheden te veranderen. En ik heb ervaren dat het mogelijk is. Ben jij in staat de werkelijkheid te accepteren zoals die is? Dat is de vraag. Veel mensen bestempelen datgene wat hun overkomt in het leven als oneerlijk. En zeggen dan bijvoorbeeld, ik heb het niet verdiend. Als jij zegt dat iets wat jou overkomen is in jouw leven oneerlijk is en dat je het niet verdiend hebt, dan heb je hoogstwaarschijnlijk gelijk. Mensen maken oneerlijke dingen mee en het leven is heel vaak ongelooflijk oneerlijk. Dus het lijkt me geen foute conclusie om te zeggen dat iets niet eerlijk is en dat je het zeker niet hebt verdiend. Maar als je ervoor kiest om tegen de realiteit te vechten, dan impliceert dat je een keuze hebt. Dus als je ervoor kiest om tegen de realiteit te vechten, kun je er blijkbaar ook voor kiezen om de realiteit te accepteren zoals die is. Anders gezegd, kies je ervoor om het slachtoffer te zijn van de situatie, of kies je ervoor om de verantwoordelijkheid te nemen. Een jaar of 10 geleden deed ik een onderzoek in het ziekenhuis en ik kreeg totaal onverwacht de uitslag dat ik besmet was met het HIV-virus. Ik had het totaal niet zien aankomen en ik vroeg de arts, word ik ziek? Ga ik dood? En het antwoord wat hij me gaf is, als je geluk hebt, leef je nog 10 jaar. Ik was 28, dus je kunt je voorstellen dat er een groot zwart kruis door mijn toekomst werd gekerfd. Niemand zou me raar hebben aangekeken als ik was gaan klagen over de oneerlijkheid van het lot. Mijn vrienden zouden me hebben gesteund en getroost. Maar de meest belangrijke vraag die ik mezelf herhaaldelijk stelde, was waarom? Waarom moet mij het overkomen? Waarom ik? Waarom moet ik ziek worden? En waarom moet ik misschien jong sterven? Ik heb een antwoord gezocht op deze vraag. En gedurende de afgelopen jaren heb ik een aantal antwoorden gevonden. En ik neem ze graag even met je door. Het eerste antwoord op de vraag naar het waarom vond ik in de religie. Ik had geleerd vroeger in de kerk dat Gods wegen ondoorgrondelijk waren. De dominee in de kerk zei het als volgt. Ons leven is eigenlijk als de achterkant van een borduurwerk. Wat we zien zijn allemaal losse eindjes en rare kleuren door elkaar heen waar geen samenhang in te vinden is. Maar er komt een moment dat we de voorkant van het borduurwerk zien. Dat de voorkant ons wordt getoond en dan zien we dat het een prachtig schilderij is, een prachtig kunstwerk. Dus God heeft een bedoeling. Er is een macht buiten mij die daar een bedoeling mee heeft. Later begon ik me te verdiepen in allerlei andere spirituele stromingen. Ik las esoterische boeken. En ik leerde dat het misschien wel eens zou kunnen zijn dat er niet zozeer een macht buiten mijzelf was, als wel een macht in mij. En zou het zo kunnen zijn dat ik bepaalde situaties, bepaalde omstandigheden in mijn leven aantrok om er vervolgens van te leren, om er een sterker mens van te worden, om er een beter mens van te worden. Weer later, toen ik hierover nadacht en toen ik hier met vrienden over sprak, liet ik de gedachte toe dat het misschien willekeur was. Dat er geen reden was, dat er geen bedoeling was. Sommige dingen overkomen je nou eenmaal in het leven. En soms heb je pech en soms heb je geluk. Er is geen reden, er is geen bedoeling. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het nog steeds niet weet. Ik twijfel nog steeds. Ik heb nog steeds geen bevredigend antwoord gevonden op de vraag waarom mij dingen overkomen.
Eén ding weet ik echter wel. En dat is dat ik niet meer wil vechten. Heb ik genoeg gedaan in mijn leven. Ik heb besloten om niet meer te vechten tegen dat wat mij overkomt. En toen ik hier met mensen over sprak, werd het nogal eens verkeerd begrepen. Mensen denken dat wanneer je accepteert dat je opgeeft, een teken van zwakte. Maar geloof me, ik wilde niets liever dan gezond blijven. Ik wilde niets liever dan zo lang en comfortabel mogelijk leven. Ik wilde alleen niet meer vechten. Dus ik wilde accepteren. Veel mensen hebben moeite om de realiteit te accepteren, omdat ze moeite hebben met de realiteit zelf. In hun beleving zouden ze niet in werkelijkheid in harmonie met zichzelf kunnen leven vanwege iets dat is gebeurd of vanwege iets dat niet is gebeurd. In plaats van de werkelijkheid te accepteren, gaan mensen liever op zoek naar een meer complete en een meer perfecte versie van zichzelf. Je zou kunnen zeggen een meer bijzondere versie van jezelf. Mensen zijn op zoek naar de meest bijzondere versie van zichzelf ergens in de toekomst. Wat ik niet wist, en wat wellicht jij ook niet weet, is dat je die bijzonderheid waarnaar je op zoek bent alleen maar kunt vinden als je stopt met het zoeken naar jezelf in de toekomst. En dat is een beetje een vreemd spel. De enige plek waar je jezelf kunt vinden, daar keek ik nooit. Daar kijken de meeste mensen nooit. En dat is het nu. Dit moment. En blijkbaar heb je tijd nodig om deze boodschap te horen en deze boodschap als waarheid te herkennen. Blijkbaar hebben mensen tijd nodig om de boodschap te horen dat ze geen tijd nodig hebben om te kunnen zijn wie ze zijn. En voor heel veel mensen is dit verhaal zinloos. Veel mensen blijven op zoek gaan naar de meest complete en de meest perfecte versie van hun leven. En ik weet heel goed waar ik het over heb. Ik heb het zelf heel lang gedaan en soms leek het heel even te lukken. Dan had ik alles in mijn leven zoals ik het had gewild. Het was bijna perfect. Een baan, ik had fijne vrienden om me heen, een relatie. Ik zag er goed uit, ik voelde me goed, ik was gezond. Alles leek in mijn leven te werken. En misschien herken je dat wel. Dat alles in je leven werkt, dat het compleet voelt, dat het bijna perfect voelt. En op het moment dat je je dat realiseert, op het moment dat je realiseert dat alles in je leven werkt, brokkelt er ergens iets af. Zo werkt het altijd. Op het moment dat je denkt dat je het voor elkaar hebt, gaat er iets mis. De relatie gaat uit. Je hebt ruzie op je werk. Er is iets met je gezondheid. Je hebt ruzie met de buren. Wat dan ook. En dat is hartstikke frustrerend. En het lijkt of deze frustratie is ingebouwd in het menselijk bestaan. Thank you.
Er komt een enorme vrijheid in je naar boven als je stopt met eisen dat dit moment anders moet zijn dan dat het is. Als je stopt met eisen dat de wereld om je heen en de mensen om je heen je gelukkig moeten maken. Als je stopt met het je te verzetten tegen de stroom van het leven. En in plaats daarvan jezelf overgeeft aan de stroom van het leven. En die stroom van het leven is alleen te ervaren in dit moment. In het nu. En overgave betekent dat je het nu, dat je dit moment onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, accepteert. Ook je mislukte verhaal. Ook mijn mislukte verhaal. En mijn verhaal was behoorlijk mislukt. Als je er op jonge leeftijd achterkomt dat je ziek wordt en dat je vroeg doodgaat wellicht, dan kun je nogal concluderen dat het mislukt is. Er waren vaak dingen gebeurd in mijn leven daarvoor, dingen die misliepen, waarvan ik dacht dat ik de fout kon herstellen. Dat ik het opnieuw kon doen, dat ik het over kon doen. Maar hier was niets te herstellen. Ik kon het niet overdoen, het was definitief. Ik herinner mij een moment dat ik met een dierbare vriendin aan tafel zat en ik vertelde haar wat de dokter had verteld. Als je geluk hebt, leef je misschien nog 10 jaar. Waarop zij zei, wat wil je met je leven doen waarvoor je langer dan 10 jaar de tijd nodig hebt? Wat wil ik met mijn leven doen waarvoor ik langer dan 10 jaar de tijd nodig denk te hebben? Ik wist dat het een allesbepalende vraag zou zijn. Wat wil ik met mijn leven doen? Hoe wil ik het zin geven? Hoe wil ik het inhoud geven? Ik had geen idee. Maar wat ik wist, dat ik me nog nooit op die manier bewust was geweest van de kostbaarheid van het leven. Van de mogelijkheden die er waren. Tot nu toe was alles vanzelfsprekend geweest. En toen ik daar met mensen over sprak, toen werd me duidelijk dat wanneer mensen iets overkomt, toen mij iets overkwam, dat het eigenlijk ook iets oplevert. En wat het oplevert is bewustzijn. Ik werd me bewust van de kostbaarheid van het leven. En soms heeft dat bewustzijn een beetje modder nodig om te kunnen groeien. Misschien ken je het symbool van het boeddhisme, dat is de lotusbloem. En ik kan je vertellen dat de lotusbloem alleen groeit in de smerigste modder. Wat wil ik met mijn leven doen? Waar word ik gelukkig van? Waar word ik blij van? Waar zit mijn passie? Ik had geen idee. Ik wist het niet. En toen realiseerde ik mij, toen ik hiermee bezig was, dat het niet te bedenken valt. Je kunt niet bedenken waar je gelukkig van wordt. Je kunt niet bedenken waar je passie ligt. Je kunt niet bedenken waar je bloed sneller van gaat stromen. En waar je hart ligt. Dat kun je namelijk alleen maar voelen. Dat voel je in de ruimte tussen twee gedachten in. In de stilte. Terug naar de eerste stap. De ruimte tussen twee gedachten in, die plek, in die stilte. Daarin voel je waar je blij van wordt. Daarin voel je blijdschap, daarin voel je vreugde en daarin voel je passie. En wat je ook voelt, op het moment dat je stil durft te zijn, dat je stil bent, daarin kom je je meest
authentieke verlangens tegen. Je meest oorspronkelijke dromen. Authentieke verlangens zijn niet te bedenken. Een droom, een oorspronkelijke droom, valt niet te bedenken. Je hoeft hem niet te creëren. Je hoeft hem niet te zoeken. Het enige wat je doet, is dat je je meest authentieke verlangen herinnert. Je komt hem tegen in de stilte. In de ruimte tussen twee gedachten in. Iemand vroeg mij, waar komen die dromen dan vandaan? Waar komen die verlangens dan vandaan? Ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat authentieke verlangens, oorspronkelijke dromen, leven bij mensen die ook de potentie hebben om ze te verwezenlijken. En je zult ze herkennen aan de vreugde en aan het enthousiasme die ze met zich meebrengen. En dan is tot slot van deze stap, is het de vraag, ben je in staat om dat waar je authentiek naar verlangt, om dat waar je oorspronkelijk van droomt, om dat ook te accepteren? Of schaam je je ervoor? Of veroordeel jij je wensen? En waarom doe je dat? Je kunt nu, op dit moment, een keuze maken om dat waar je authentiek naar verlangt, dat waar je blij van wordt, dat waar je enthousiast van bent, dat waar je gepassioneerd door raakt, om dat werkelijk te accepteren, om het te omarmen. En daarin ben je namelijk vrij. Je bent vrij om te doen wat je wilt. En dat klinkt misschien als een open deur, maar dat is het zeker niet. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Mijn verhaal, het verhaal wat ik nu jou vertel, zou ik op heel veel delen in de wereld niet verteld kunnen hebben. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is een kostbaar goed. En als je vanuit vrijheid wilt leven, als je vrij wilt zijn, wat prachtig is, dan is er één consequentie. Een hele belangrijke. En dat is namelijk dat je verantwoordelijk bent. Dat je verantwoordelijk bent voor grotendeels datgene wat jou overkomt in je leven en grotendeels dat wat je overkomen is. Dan is het niet meer zo belangrijk wat je moeder zei of wat je vader niet deed, maar dan ben uitsluitend jij verantwoordelijk. Je bent de regisseur van je eigen leven. Als je dat aandurft, leef je in vrijheid. Acceptatie betekent dus niet dat je dingen niet meer kunt veranderen, maar dat je handelt uit verbondenheid met dat wat is. Je tegen de stroom verzetten of erin meegaan is een keuze. Uiteindelijk is de belangrijkste vraag of je je meest authentieke verlangens kunt accepteren. Niet de behoeften die je ingegeven zijn door gedachten over hoe je zou moeten zijn, maar de verlangens die bij je horen.